Eindelijk. De lente is deze week weer begonnen. Ja, dan denk ik aan drankjes op het terras. Mooi weer. En natuurlijk ook Rokjesdag. Wist je trouwens dat de lente het seizoen is waarin we ook het meest zin hebben in verleiden en seksen? Ja, ik verzin dit niet. Dit is wetenschappelijk onderbouwd. Komen we zo nog op terug. Ja, en met wie kan ik er dan beter over doorpraten dan op deze bank van Praat Mee met onze eigen Sabine Leenhuis van Vrouw natuurlijk, maar ook Kim Holland. Ja, Kim, allereerst... Je ziet er fantastisch uit. Ja, pornoactrice geweest en pornoproducent natuurlijk. Je bent helemaal als in lente-kriebels-achtig gekleed, hè? Absoluut. Ja. Ja, maar dat is het lekkere van de lente, hè? Je gaat je luchtige kleden. Hè? Als je heel veel lagen aan hebt, dat voelt dat toch weer anders. Mm. Dus je staat ook weer dichter bij de natuur. Je hebt meer zin om eruit te gaan. Ja, en dat flirten, dat gaat gewoon opborrelen, hè? Als je in de winter... Het borrelt echt zo bij jou? Überhaupt, hè, dat wat jij zegt, hè, dat is ook wel echt wetenschappelijk. Dat je gewoon veel makkelijker verliefd wordt. Veel makkelijker ook weer verliefd op het leven. Ja, maar over dat flirten, we gaan er uitgebreid over praten. Mm. Maar even meer voor jou zelf. Kim, ben je nu ook al actief aan het flirten nu de lente is begonnen? Jazeker. Ja, ja, absoluut. En hoe doe jij dat? Flirten doe je met een lach, met een energie eigenlijk, ja. Hè, een ander geven. Je bent nu al bijna aan het flirten. Dat gaat vanzelf eigenlijk. Ja, precies. het wordt een lange uitzicht. Sabine, ben jij ook al aan het flirten geslagen? Ja, ik denk dat ik wel een flirterige natuur heb. Dus dat ik altijd wel, en dan niet per se om je... Als ik jou tegenkom om je te verleiden, maar dat openen en een uitgaande natuur, dat krijg je dan ook terug. Hè? En waar zit hem dat in? Ja, ik zie hier twee hele spankelende ogen. Ja. Dus oogopslag is het, hè, onder andere. Ja, oogopslag. En, aankijken. Ja. Ja, oké. Okay. Nou, goed. En ook eigenlijk gelijk wel iets vind ik altijd iets spannends in je gedachten. Ja. Dat zit er ook wel bij, weet je? Oh ja? Nou hoeft niet per se naar de persoon met wie, maar je een stukje ontdekkingstocht in elkaar is natuurlijk wel wat hoort bij flirten. En dat kan heel luchtig zijn hoor, maar gewoon leuk. Je ontmoet iemand in je gedachten. En je wil gewoon dan weten wie is die. Ja, maar iets spannends in je gedachten. Zit jij dan 's avonds of 's ochtends of 's middags in je hoofd al met seks of met flirten of met avonturen? Of waar denk jij dan aan op een gemiddelde dag? Op een gemiddelde dag in de lente, nou, dan ben je het tuin natuurlijk sowieso heel open voor als het zonnetje er is. Hè, want dan zie je mensen lachen enzovoort. Maar het bruist altijd wel in mij. Ja. Het is niet om anderen te verleiden, dat bedoel ik helemaal niet. Hetzelfde wat Sabine zegt, maar het gaat om het stukje energie aan een ander meegeven, waardoor een ander ook een lekker gevoel krijgt. Ja. En een lekker gevoel, daar is niks verkeerd mee. Ja, je bent er al mee bezig, want ik voel het al wel. Sabine, nog eventjes voor jou. Ja. Het is wetenschappelijk aangetoond, zei ik. In de lente wordt er meer geflirt, meer verleid, meer gesext. Ja. Wat is dat voor onderzoek? Het schijnt dat door het extra licht en door zonlicht maken met name vrouwen die maken wat meer hormonen aan. Mannen schijnen het hele jaar door een bepaald testosteronlevel te hebben. Vrouwen wat minder. En door de extra serotonine gaat het libido ook omhoog. Oké, okay, nou. Heb je ook nog meer zin? Ja, we gaan zo nog uitgebreid de tips en tricks vragen over hoe je het dan het best kan aanpakken: het flirten, het verleiden en de seks. Maar we zijn in Amsterdam even op straat gaan vragen hoe het met de lentekriebels van de Nederlanders zit. Na een beetje zon krijgen, voel je meteen weer even prettig. Dan word je vrolijker, blijer. Kijkt u vooral naar uit? Nou, dat het beter weer wordt. Dat ik lekker kan gaan fietsen op de racefiets. Zonder jas naar buiten, minder kleding naar buiten. Heerlijk dat de zon opkomt als je 's morgens wakker wordt. En de bloemetjes, oh, die vind ik ook zo gezellig. Eind maart gaat de lange onderbroek uit. Mijn pet gaat af, die muts gaat af en mijn das gaat af. En het is ook een beetje het seizoen van de nieuwe relaties en het flirten. Bent u daar een beetje goed in? Ik ben al een paar jaar getrouwd, dus ik was er ooit goed in, ja. Flirt u niet meer met uw vrouw? Nou, dat wel, dat wel. De mensen zijn wel vrijer, dus op zich zou je zeggen, dat is inderdaad wel het geval. Wat doet u dan, als flirten? Nou, dan heb ik een bloemetje mee voor haar en dan geef ik een kusje. Het begint meestal met oogcontact, toch? Gewoon vragen, heb je zin om een drankje te doen? Ook zeg maar veel interesse tonen en iets leuks gaan doen. Echt geïnteresseerd zijn in mij, dus wel echt vragen stellen. Charmes in de strijd gooien. En een eindstand beland je samen thuis of zo, is ja, gezellig. Netflix. Ja, ik wilde even aanhaken op die jongen die op een gegeven moment zei van ja, ik heb alweer een hele tijd een relatie en dan wordt het misschien allemaal wat minder dat flirten. Wat zou je tegen hem willen zeggen? Ja, nee, je moet
absoluut het allermeest met je eigen partner flirten. Want daar draait het allemaal om. Ja. Als je je aandacht naar buiten toe gaat richten, ja, dan kun je op een... Dat noem je op een manier flirten. Waarin je dan misschien aandacht van de ander krijgt. Maar het draait natuurlijk wel om, als je een relatie hebt, om die persoon continu weer te veroveren, te verleiden. En vooral ook eigenlijk elke keer weer te verrassen. Precies. Nou, dat kan een bloemetje zijn. Dat kan een weekendje weg zijn. Ja. Ik wil even nu de stap verder zetten. We hebben het over het flirten gehad. Maar uiteindelijk, ik zei het al even, is het ook de periode waarin we het meest seks hebben. Vaak mensen het meest zin hebben in seks. Ja, hoe pak je dat aan? Voor die relatie, hè? Die man zegt, het wil maar niet meer zo. Als je dan uiteindelijk met elkaar in bed wil belanden. Geef eens wat tips, Kim. Het draait om heel veel dingen. Een stukje zelfvertrouwen is natuurlijk heel belangrijk, hè? Maar wat je ook heel erg merkt, dat zegt ook iedereen natuurlijk, het gaat erom dat je wel kunt praten over wat je fijn en lekker vindt. Dat je kunt praten over fantasieën. Dus het is iets veel uitgebreiders als alleen maar op het moment een knopje omzetten. Van we gaan nu op dit moment, gaan we het samen doen. Daar draait het helemaal niet om. Nee. In principe is je brein is een erotisch brein. En daar ontstaat alles uit. En waar draait het om? Het draait om gevoelens. Het draait om emoties. En het draait om beleving. Hm. En als je dat aan elkaar terug kan geven. En dat kan je al doen door bijvoorbeeld iets wat je altijd al vanzelfsprekend vindt. Hè, wat een soort patroon is. Om dat helemaal te doorbreken. Ja, dan doe je bijvoorbeeld op seks altijd maar in bed op vrijdagavond. Ja, of de andere keer... Want daar is die lente ook zo fijn voor. Ja. Als het lekkerder weer wordt, hopla, kan je lekker naar buiten. Ja, en dat helpt heel erg, hè, naar buiten gaan. Ja, want dat maakt ons allemaal iets stouts, iets ondeugends. Dat je iets doet op een plek waar mensen het, waar je het in principe eigenlijk niet mag doen. Nee. Dat maakt het zo extra leuk. Maar wat dan is krijg je echt die fantasie en die beleving is gewoon 10 keer spannender. Wat is jouw gekste plek geweest dan in de lente dat je het buiten hebt gedaan? De gekste plek waar ik het buiten heb gedaan. Ja, waar niet zou ik bijna... Waar niet, hè? Maar ik vind het altijd wel leuk om steeds uitdagingen te doen. Dus wij waren... Een paar maanden geleden waren we in Tenerife. En dan had je zeg maar zo... dat je naar zo'n hoog punt kan gaan. En wij zijn op een hoogpunt, moeten we het hoogtepunt hebben. Maar dan moet je heel snel zijn, want er lopen ook wel weer mensen... Ja, op een die berg, dan ook weer naar dat hoogtepunt gaan. Ja. Juist, naar een berg. En dan zat vlakbij een restaurant. Dat restaurant was dicht. Dus we dachten, daar kunnen we niks uithalen. Maar we zijn echt heel snel naar dat punt. En dan gaat het natuurlijk om spanning opbouwen. Ja. Het gaat er niet om de kwaliteit van de seks, maar om de spanning opbouwen. En dat kun je op allerlei manieren doen, hè? Want wij zijn natuurlijk heel extravert en wij houden op dat gebied ervan. Maar je kunt heel simpel al iets veranderen door gewoon iets extra's toe te voegen. En zoek even iets leuks op. Je kan zoveel op internet vinden. Denk je dan aan lingerie, iets wat je nog nooit hebt gedaan. Of inderdaad, verrassen. Je kan iets leuks voor haar meenemen. Maar je kan ook een mooie boxershort of een sexy boxershort kopen. Ik sla het allemaal op. Die sexy boxershort die gaat er komen. Mooi. nog even, Sabine. Kim antwoordt allebei als jullie willen. Nou is het nu de lente. Nou, je kan naar Tenerife gaan, dan is het eigenlijk altijd lente. Ja. Maar goed, we gaan dan die... zomer in en de herfst komt, dan wordt het weer uiteindelijk weer slechter. Hoe ga je dat nou vasthouden dan? Want nu gaan de kleren uit, gaan we sporten, heeft iedereen er zin in? Sabine, nog tips voor de koudere maanden in het jaar? Wat Kim eigenlijk al zei, denk ik, de verleiding binnen die relatie hoog houden. Dus verleid je man niet alleen als je 's avonds in bed gaat liggen, maar je kunt hem overdag, als je met elkaar bent, of middels sms, of als je allebei moet werken. Mm. Weet je, gewoon het aanhouden. Hou gewoon die aandacht die je voor hem hebt en zeggen dat je er zin in hebt. En als je dat soort energie geeft, dan krijg je dat ook heel erg terug. En dan hou je het gewoon... Kim, nog even voor jou. Je bent monogaam, hè? Ja. Altijd al? Hoe lang al eigenlijk? Want Mark is jouw vriend. Daar ben je helemaal over. Ja, klopt. Wij zijn nu bijna 4 jaar bij elkaar. Dus 4 jaar. Gaat dat nog steeds heel goed, die monogamie? Of... Ja. Want de hoeveelheid seks die ik heb, die is echt niet veranderd. En dat is? Eerder meer geworden. Hoe vaak is dat dan? Inderdaad. We hebben sowieso
elke dag wel 1 of 2 keer seks. Oké. Okay. En soms ook 3 keer, dat ligt er een beetje. Goed gemiddeld, je moet hem bij de tijd van. Ja, maar het gekke is, en dat is ook wel weer zo grappig. Je hoort mensen bijvoorbeeld ook, hè, ik geloof dat ze hadden onderzocht, 17% minder wordt er aan seks gedaan nu we Netflix hebben. Maar ik denk, je hebt een pauzeknop, hè? Je kunt ook op het moment dat je in een film zit... Ja, maar dan zit je midden in Homeland en dan, nou ja, nee, het is flauw. Maar misschien is dat juist voor die extra spanning, want vergis je niet, hè? Je hoeft niet erotiek in je hoofd zelfs bezig te zijn. Als je spannende dingen doet, als je lekker sport, als je zorgt op allerlei manieren voor meer... meer drive. Ja, ja. Dus het heeft niet alleen maar te maken om continu in je hoofd daarmee bezig te zijn. Het is gewoon het omarmen van het leven, het genieten. En ik vond het ook heel leuk wat die ene jongen zei. Die zegt aandacht geven aan elkaar. Echte aandacht geven aan elkaar. Je kunt wel altijd gelijk willen hebben. Maar als je gelijk wil hebben, dan ben je eigenlijk ook in bed meestal de pineut. Jij moet gewoon in college tour lezen geven, want je hebt zoveel te vertellen. We nodigen je gewoon nog een keer uit op de bank. Ik wou nog even vragen, monogaam, heel gelukkig met Mark. Ja. Natuurlijk een lange carrière in de porno-industrie gehad. Eerst als actrice, nu als producent. Want je bent ook gestopt met het acteren voor je vriend. Ja. Maar nog even één vraag. Staat er nog iets te komen? Komt er nog iets aan waarvan jij zegt van, nou, dat wil ik nog wel even vertellen aan de Telegraaf-kijkers? Ik ben dus onder andere bezig om te gaan kijken met een aantal anderen. Met seksuologen en allerlei mensen die op een hele positieve manier in het leven staan. En ook in het liefdesleven. Om iets te gaan doen waardoor je ook... Je hebt sommige carrièrevrouwen die zijn heel succesvol in hun carrière. Heel succesvol eigenlijk in het leven. Maar zijn nog wel op zoek naar een liefdespartner. Mm-hmm. En we zijn een beetje bezig om daar met name iets voor te gaan doen. Want lente gaat beginnen. Okay. En iedereen moet eigenlijk... Ja, de businessvrouw uit het leven en de relatie wellicht. Ja, absoluut. Sabine en Kim, dank jullie wel. En tot snel en veel plezier met het flirten. Oké. Okay.